Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik jullie graag een kaartje laten zien die ik gemaakt heb voor Kaatjes Inspiratie Challenges. Het is vandaag de derde reminder. Ik heb deze kaart gemaakt en nu wil ik jullie dan graag laten zien hoe ik die gemaakt heb. De materialen wat je nodig hebt, een cardstock. Dat staat allemaal in de beschrijving. Je hebt nodig kaartstok van 12 x 18 cm en eentje van 11 x 17 cm. Spiegelkarton van 11,5 cm. Spiegelkarton van 6,5 x 6,5. Kun je daar een stempeltje op doen. Het kaartje van 6 x 6. En je bent nodig. Ik zal die spiegel even wegleggen. Die glinst het zo. En dan de zendpapierstrookjes. 5 stroken. Ik heb de 5 gedaan. Van 2 centimeter. Dan gaan we beginnen met het cardstock van 11 keer 17. Daar heb ik dubbelzijdig tape op gedaan. Dan kun je die strookjes hier, kun je dan allemaal zo mooi makkelijk plakken. Je kunt het ook met lijm doen. Maar ik vind dit makkelijker. Ik heb hiervoor dubbelzijdig tape gebruikt, zo'n grote rol van Craft Emotions. Ik wil jullie even laten zien hoe ik dat gedaan heb. Als ik het er allemaal af kan peuteren. Nou, even kijken of dat lukt. Ja, deze lukt. Of ik deze er ook nog even af kan krijgen. Ja. Nou, dan begin ik met één strook. Pik dan alle kanten. Dan begin ik met deze, met de donkerste. Die leg ik in een hoek. Dan ga ik door naar de volgende hoek. Dan kun je zo mooi neerleggen. Dan knip ik een strookje ervan af. Dat kun je dan straks weer gebruiken. Dan leg ik deze. Die leg ik. Zien of je de rechterkant hebt. Dan leg ik hier dan zo tegenaan. Zo, dan pak ik nog een donkere strook van deze. En dan leg ik hem die hier zo goed tegenaan. Dat je er geen naadje tussen krijgt. Knip ik ook weer een stuk vanaf. Dan heb je je begin met vier stroken. Dan pak ik een lichtere. Ik pak de roze nu. Dan zet ik hem de haaks op. Langs deze kant. Zo tegenaan drukken, zodat je geen overlap krijgt. En mooi tegenaan zetten. Dat doe ik ook weer aan deze kant. Hoe het pikt. Maar dan blijft alles wel mooi zitten. En dan knip ik ook weer een stukje vanaf. En dan pak ik weer een lichte. Even kijken hoor, die kan ik hier tegenop zetten. Ik kan hem ook tegenovergestelde richting doen. Dat ga ik nu doen. Leg ik hem goed in het hoekje. Deze leg ik weer goed in het hoekje. Zo. Even kijken hoor, deze had ik nog niet gehad. Deze die ga ik er, leg ik hem niet mee. Kan natuurlijk wel, maar... Ik leg hem zo weer tegenaan. Dan pak ik gelijk dit hoekje weer goed mee. Het is maar goed dat hij me niet in die lijn valt. Deze zet ik er ook weer tegenaan. Yo, ik pak net het hoekje niet mee. Nou, komt wel goed. Even kijken. Zo kan ik er weer een lichte tegenaan zetten. We zien of die mooi recht is. Nu ook weer de twee dishes. Die nu weer tegengestelde richting. En weer. En aan deze kant kan het ook zo aangerecht. Nu ook weer zo tegenaan zetten. Je schept hem als het ware er tegenaan. Deze. Knip ik weer recht af. Recht.
deze kan hier nog tegenaan. Ik kan het ook met de snijmachine doen als je dat zou willen. Deze kan ook hier weer tegenaan. Ik heb hier een stukje afgeknipt, maar die is denk ik te klein. Ja. Zie je nog, ik heb nog een stukje roze. Weer recht afknippen. Die kan ik dan zo tegenaan zetten. Ik denk dat hoekje is al klaar, dat is al vol. Deze. Ja, een donkere doen. En een donkere tegenaan zetten. Zo. En deze roze kan hier nog tegenaan. Zit ik ook weer net bij mijn hoekje. Dan knip ik een stukje wit af. Het moet wel in beeld blijven, denk ik. Dan knip ik een stukje wit af en die plak ik dan hier zo weer tegenaan. Dat je er allemaal dubbelzijdig tape hebt, kun je het ook zo makkelijk er tegenaan plakken. Ik hier nog een strook. Ik denk dat ik net uitkom met mijn stroken. Ik hier nog weer zo tegenaan. Die past dan wel weer. Komt wel weer mooi uit. Hop. Nou, hier nog een strookje. Die is ook maar recht. Oh, die is net te kort. Die is net te kort. Ik heb er nog één naast mij liggen. Even gauw erbij pakken. Die kan ik hier nog tegenaan zetten. Kan ik nog een... Deze zet ik hier nog tegenaan. Een heel klein stukje. Zo. Zo, dan heb ik alle stukjes geplakt. Ik kan hem omdraaien. En dan met mijn schaar knip ik er zo helemaal langs. Ik denk dat ik dit hoekje allemaal mooi is. Ik blijf dan aan de schaar pikken natuurlijk. Als je meerdere kaarten wil maken, kun je die kleine stukjes ook nog bewaren. Kun je ze nog weer op de hoekjes plakken als je dat zou willen. Of de opengevallen stukjes. Ik heb er een aparte schaar voor, omdat het allemaal zo pikt. Dit kun je dus bewaren, die stukjes. Kijk, dan heb ik deze al klaar. En deze... plak ik op mijn spiegelkarton. Dan mooi ertussen. Spiegelkarton is een halve centimeter groter dan dit kaartje. Dus die plak ik hier dan mooi op. Dus dat past. Oh, dat lukt altijd nooit, hè, als je zo bezig bent. Nee, zit er niet mooi op. Nou, ik heb dit stoepe doellijm, dus dan wil dat nog wel mooi. Even weer los. Ja. Deze plak ik hier op. En dan heb ik het spiegelkarton. Dat plak ik dan nog weer op het stukje van 12 keer 18 centimeter kartstok. Plak ik hier dan op. En dan heb je een mooi gemat. Je kunt hem ook op zwart matten, is natuurlijk ook mooi. Dit stukje spiegelkarton, dat is 6,5 bij 6,5. En een stukje wit kaartstok heb ik van 6x6. Mooi stempeltje opgestempeld van Craft Emotions. Warme kerstgroeten van mij.
heb ik dubbelzijdig tape op gedaan. Ik heb hem ook met dubbelzijdig tape tussen geplakt, zodat hij iets hoger opkomt. Je kunt natuurlijk van alles aan doen. Je kunt er nog een strikje omheen doen. Oh, ik heb wat te koop. Je kunt er nog een strikje omheen doen, of wat je ook maar wilt. Maar ik doe het niet. Ik maak er hier een stuk of 60 van. Voor collega's, voor scrapmaatjes, voor alles. Dus ik ben nog wel even bezig. Dus ik hou hem simpel en eenvoudig. Dus dit is wat ik jullie wilde laten zien. Dit modelletje heb ik op internet gevonden. Er zijn heel veel manieren om dit te maken. Ik ga daar ook niet bij zetten waar ik het gevonden heb. Ik heb het gewoon op Pinterest gevonden. Er staan heel veel soorten bij. Kijk maar eens. Dus dit is wat ik jullie graag wil laten zien. De uitdaging van Kaatjes Inspiratie. Die duurt nog tot 4 december. 6 uur 's avonds. Dan kun je nog meedoen. Er zijn ook andere designteamleden. Die hebben ook filmpjes gemaakt. Ze staan allemaal op ons YouTube kanaal. Deze komt daar ook op. Kunnen jullie er allemaal bekijken. Het zou leuk zijn als we die kaartjes allemaal weer terug zouden zien in onze groep. Deze komt er dan op.